Wat vind je prettig aan samenwerken? Contact tussen de mensen. Dus dat je je resultaat bereikt door dat je samen meer bent dan alleen de som der delen, zeg maar. We kunnen overleggen, steunen aan elkaar te hebben. Ja. Ja, intermenselijk contact. De interactie die je met elkaar hebt. Dat je samen tot nieuwe inzichten kan komen. En dat het natuurlijk sneller geregeld is. Dat je met z'n drieën meer verzet dan dat je in je eentje doet. Wanneer is samenwerken niet prettig? Soms moet je inschikken als je denkt van ik heb het zo voor ogen en je komt toch tot een ander resultaat. Dus dat je ook bij jezelf af en toe moet zeggen van nee, het is niet mijn idee wat we gaan doen, maar het is meer een idee van iemand anders wat we gaan volgen. Wat heb jij nodig voor een goede samenwerking? Communicatie. Goed kunnen communiceren. Goed met elkaar communiceren. Goede communicatie met elkaar. Dat mensen heel open tegenover elkaar staan. Dus dat ze bereid zijn zowel naast hun eigen standpunt ook in te leven in iemand anders hun situatie. Vertrouwen. Humor. De ander met wie ik moet samenwerken, of wil samenwerken, mij begrijpt en ik hem begrijp. Hoe weet je of iemand je begrijpt? Volgens mij ervaar je dat gedurende het samenwerken en vooral blijven proberen.